Dekseltje eraf. Tijd om te vertrekken. Omzeilen we in de toekomst de files in onze vliegende auto? De Universiteit van Nederland presenteert kwantumfysicus professor Dr. Mark Golden. Stel een utopia voor. Geen natuurbronnen meer nodig om energie te maken. De zon geeft ons alle energie die wij nodig hebben. Wij kunnen dat moeiteloos transporteren van de ene kant van de aarde naar de andere kant van de aarde. Stel maar voor dat wij in plaats van op een trein die af en toe vierkante wielen heeft en iets langzaam rijdt, met 600 km per uur naar Parijs zoeven in 55 minuten. Stel voor dat de trams in Amsterdam niet piepend en krakend om de bochten gaan, maar stil en geruisloos hun weg gaan. Ik wil niet college met jullie eigenlijk doornemen dat dit utopia niet helemaal zo ver weg is. En de sleutel, de key voor dit utopia is uiteraard extreem kwantummechanisch van aard. Het gaat, dames en heren, over supergeleiding. Bevoor wij over supergeleiding moeten hebben, wil ik een vraag stellen. Supergeleiding klinkt eigenlijk als iets heel ver van ons af. Maar wie hier heeft een keer voor diagnostische doeleinden in een MRI-apparaat moeten liggen? Handjes in de lucht. Nou, ik zie daar 20, 30 handen. Het is meestal 5% van de mensen die je in een college hebt, hebben in een MRI-apparaat gelegen. U lag in een supergeleidende spoel. Kilometers van supergeleidende draad zorgden voor een enorme stroom die daar rondging. Maar de leuke aan het supergeleiden is de weerstand tegen die stroom nul. De technici van Siemens of van Philips, die het MRI-apparaat in bedrijf nam, die brachten een voeding mee op de eerste ochtend om het stroom even te starten. En dan namen ze de voeding mee naar huis. En zolang dat supergeleide in dat spoel in die ziekenhuis zit, loopt precies hetzelfde stroom langs. Geen elektron meer, maar geen elektron minder. Dat zou onbetaalbaar duur om dat stroom, dat magneetveld, te maken met stroom door een normale draad, een metaaldraad. Zo, supergeleiding is eigenlijk niet ver weg. Het is iets die in bijna iedere redelijk middengrote ziekenhuis ligt. Nou, mijn onderzoek heeft ook veel met supergeleiding te maken. Als ik niet college aan het geven ben, ben ik aan onder andere supergeleidende systemen aan het onderzoeken. Ik draag altijd een supergeleider mee in mijn tas. En vanavond in mijn broekzak. Ik laat het even zien via de camera hoe dat uitziet. Kleine zwarte staafje in de doos is een materiaal die zijn elektrische weerstand volledig verliest. Bij een temperatuur die op mijn meetschaal, graad Kelvin, maar 2 keer te koud is ten opzichte van kamertemperatuur. En dit college gaat over wat je allemaal kan doen met deze supergeleiders. Hoe dicht wij inderdaad in de buurt zijn van een revolutie met deze kleine doosjes zwarte kristallen aan het maken. Zo, eerst om de bijzonderheid van een gebrek aan weerstand te begrijpen, is het noodzakelijk om enig gevoel te hebben voor wat is eigenlijk weerstand. Zo, hier heb ik een simpel opstelling op de tafel hier opgesteld. Er zit een draad gespannen tussen deze twee palen. De draad is heel dun. Zo, ik heb een papierpropje opgezet, zodat u dat draad goed kan zien. Omdat dit een metaaldraad is, om een stroom doorheen te sturen, heb ik een voeding nodig. Ik moet spanning op de leiding zetten om een stroom te laten lopen. Zo, wij gaan samen kijken wat gebeurt. Als ik deze stroom langzaam verhoog.
spanning bouwt op. Letterlijk en figuurlijk. Mysterieus. Papier die smeult op afstand. Het is duidelijk, dit draad wordt heet. Dit draad wordt heet door de weerstand tegen al die elektronen die van één kant van de draad naar de andere willen. Een stukje papier brandt door. Valt af. Ik hoop dat de rookmelders niet te fijn aangesteld zijn. De draad nu ziet u begint te gloeien. En natuurlijk willen we altijd als experimenteel natuurkundige door tot iets stuk gaat. Hij wordt zo heet, hij buigt door. Nou, nog meer stroom, nog meer stroom. Dit is zoveel als het gaat. Dit draad breekt bijna niet door. Dit is weerstand, dames en heren. Als je een stroom wil laten lopen door een metaal, moet je blijven duwen. Spanning op de lijn. Dit is verspilde energie. Als dit in een lampje is, gebruik je in ieder geval het licht. Maar als je stroom wil sturen van de stroomfabriek naar je huis, dit warmte die in de draden vrijgegeven wordt, gebruiken wij niet. Maar het is tonnen en tonnen en tonnen CO2 per jaar die de hemel ingaat om dit weerstand te overmeesteren. Oké, die draai ik even uit. Nou, dit soort dunne draad met een hoge weerstand heeft u natuurlijk niet in de muur thuis. Er zit ook iets bijzonders in uw meterkast, die heet de stoppen, om precies voor te komen dat dit gebeurt in de muren van uw huis. Dat zou de brandweer niet fijn vinden. Maar alleen omdat die draden wat dikker zijn en van koper, en dat de stroom begrensd is door die stoppen, dat is de enige ding die u redt van een brand thuis, vanwege de weerstand. In de kabels die overal in uw muren lopen. So dat was weerstand. Het kan nuttig zijn als je een ouderwetse lampje van wil maken. Maar nu weten we beter lampen te bouwen met LED-technologie bijvoorbeeld. Dan maak je alleen maar licht en niet voornamelijk warmte. Maar het is iets die in alle metalen zit. Het lijkt een onafwendbare resultaat van de natuurkunde van zo'n metaal. Maar er was iemand die eigenlijk experimenten deed, ietsje meer dan 100 jaar geleden, die dit landschap voor ooit verandert. So, nu gaat twee masterstudenten van de Universiteit van Nederland, Floris en Pieter, maar even helpen met de tafel ruimen, om er straks andere proeven op gaan stellen. Dank je, heren. Goed zo. Dank je, Pieter. Zo, op het scherm achter mij ziet u zo een gezicht van een persoon voor een laboratorium opstellen. Dit is Heike Kamerling-Onnes. En dit is zijn cryogene lab, laboratorium in Leiden. En dit is in de beginjaren van de vorige eeuw. Nou, Kamerling-Onnes was verzeild in een soort natuurkundige wapenwedloop met de meneer Dewar uit Manchester. En eigenlijk wat ze wilde doen was de weerstand van metalen meten bij zo laag mogelijke temperaturen. En om dat te doen moet je gasatomen zoals stikstof, zoals waterstof, moet je vloeibaar maken als koelvloeistof. En er was letterlijk een race to the bottom wie de eerste helium zou in vloeibaar toestand kunnen krijgen. Ik zou natuurlijk als Engelsman van meneer Dewar zijn, maar het is duidelijk wie het gewonnen heeft. Zo Leiden was echt de koudste plek van aarde, 104 jaar geleden. Zo de heliumwedloop was gewonnen door Kamerling-Onnes. En wat hij zag als hij een monster van metaal gemeten heeft, is een grafiek die uitziet als deze op het scherm. Hier is een grafiek met puntjes. De monster was een metaal, kwik, die hij heel zuiver kon maken. Bij deze temperatuur is kwik wel vast, zo je kon makkelijk de weerstand van meten. En hier zie je de weerstand in ohm uitgedragen tegen de temperatuur. Deze kant is heet en deze kant is koud.
Nou, wat Kamerling Onnes had, was iets die wij allemaal als experimentalisten heel graag zouden hebben. Een stukje ruimte. 16 graden Kelvin, waar hij de enige op aarde was die daar kon kijken wat gebeurde. Dat is heel lekker werken. Je hebt net zo lang tot meneer Dewar het ook door heeft en helium heeft gemaakt. Maar je hebt een jaartje of twee alleen recht op een stuk van de natuurkundige wereld. Fantastisch. Nou, het leek de afnemende theorie te bevestigen tot ploems. Weerstand viel tot nul. Geen kortsluiting. De geboorte van supergeleiding. De weerstand is niet maar klein, maar echt 0,27 nullen. En dan komt de eerste getal als je dat in ohm wil uitdrukken. Voor een wiskundige, oké, dat is geen nul. Voor een experimenteel natuurkundige is dat wel. Zo, je zet een stroom lopend in een kring van supergeleiden. En zo mijn vrienden die cosmologie doen mij vertellen hoe lang de heelal zou leven, dat stroom leeft wel langer. De eeuwige stroom. Zo, hier wil ik nu naar een demonstratieproef overschakelen om de tweede gezicht van supergeleiding te laten zien. En dat is het gezicht van levitatie. Het is een magnetische verschijnsel. Zo, hier lepel ik vloeibaar stikstof. Het is 77 Kelvin, zo min 200. Ruimt zichzelf op, het is heel nuttig. En ik heb hier een blok van deze supergeleidende materiaal in dit bakje. Beetje koud, moet ik opletten. En dan neem ik deze magneet, gewone magneet. Als ik iets metaals vind, zegt die klak. En ik probeer... Oeh, die is stuk gegaan. En ik probeer deze magneet nu net op de supergeleider te zetten. Deze zwarte blokje. Het is een stukje koperoxide, een geroeste stuk koper. De grappige aan deze supergeleiders zijn A, hoge temperatuur. B, wij begrijpen ze helemaal niet. Ik probeer mijn magneet op te zetten. Lukt me niet. Levitatie. En niet zo sommige vormen van magnetische levitatie, een hele stabiele. Je kan het beste een set geven. Woeps. En hij blijft daar gewoon draaien. Zo, eigenlijk wil dit supergeleider geen magneetvelden op zijn binnenkant toelaten. En hij maakt een grote stroom in zijn oppervlak. Dat kost nul energie, omdat er geen weerstand is. En dat maakt een tegengesteld magneetveld die de magneet afzet. Zo, wat dit eigenlijk doet, is ook iets die wij noemen quantum locking. Ik laat dat zien met deze versie. Even een stukje papier. U ziet hier dat er geen trucs aan de hand zijn. Hier zit niks tussen de supergeleider en de magneet. Quantum locking betekent dat de magneetveldlijnen van de magneet... Dit is een beetje koud, deze. Misschien moet ik handschoen. Gaat door de supergeleider heen. Nou, dat is... zie je niks. Optillen, het supergeleide. Aan de magneetveldlijnen die op de binnenkant vastgevroren zitten. Kijk hoe stabiel. Dit zware blok hangt van mijn magneet. Nou, als ik dit liet zien aan de ingenieuren van de Universiteit van Nederland, dachten ze meteen dat is een hele mooi experiment die wij kunnen nog een keer doen. Het idee was, wij nemen een supergeleide... En die laten we leviteren, als we even de camera kan hebben. Die laten we leviteren. Of ik doe het met deze. Zo goed. Is dat in zicht? Op een magneet. Dat kan ik ook doen. Zo, als je in plaats van die supergeleide een klein treintje zou maken... Zo, hier hebben wij een levitatietrein. Even een beetje opwarmen. Uit het ingenieursbureau van de Universiteit van Nederland. Daar zit onder in mijn treintje zo'n hoge temperatuur supergeleide blokje. Die nu even aan het opwarmen is. Boven zijn arbeidstemperatuur. Even een beetje opwarmen, is goed. Ik zet hem op de magneetbaan
Dan koel ik hem af. Tekstertje eraf. Tijd om te vertrekken. Dit, dames en heren, is de toekomst van de trein. Geen vierkante wielen. Geen verkeerde sneeuw. Geen bladeren op de trails. Als u in Japan van Tokio naar Osaka wil rijden, in 2027 kunt u een ticket kopen voor precies zo'n trein. 580 km per uur, 10 centimeter boven de truck, zweeft dat trein tussen de één Japanse stad en de andere. De mensen in Amerika denken na over DC en New York City met zo'n trein te verbinden. Dat is de toekomst waar supergeleiding ons gaat nemen. Japan Rail. De andere eigenschap, kabels. Er zit een kabel in een hele dure winkelstraat in Japan. Het was veel te veel geld om de straat open te graven. Niemand kon aan de Gucci-tassen komen. So wat ze deed is de bestaande schacht waar de kabels in zat, de koperen kabels eruit getrokken en supergeleidende kabels erin gedaan. 130 keer zoveel stroom kunnen ze doorheen sturen. Zwevende treinen komen zeker. 20 jaar. En als we dat hebben, dan het laatste belangrijke iets waarmee we kunnen bereiken, komt nu op de scherm. Na de film. Dank je. Dit is de stroomnet van de aarde, van de ruimte gezien. Er zijn zonder meer genoeg zonnepanelen te maken om al onze stroom, al onze energie te voorzien van zonne-energie. Probleem is het soms draait de aarde weg van de zon en is het nacht. Maar stel maar voor, in Chili in de woestijn zit een paar duizend vierkante kilometer zonnepanelen. Als daar de zon schijnt, dan loopt de supergeleidende kabel onder de zee. En de mensen die liggen in het ziekenhuis in Eindhoven op intensive care, die worden goed verzorgd, alle die bomen van dingen blijven piepen, onder de stroom, zonder enig verlies van energie van de ene kant van de aardbol naar de andere gaat. En hebben alleen een factor 2 in de arbeidstemperatuur nodig. En dit is geen utopie, maar een realiteit. Dames en heren, dank u wel.